Wij van Euroflex zijn op zoek naar vrachtwagenchauffeurs met CNCE-rijbewijs. Euroflex heeft werk door heel het land. Ben jij gedreven en gemotiveerd? Meld je dan nu aan via info@euroflex-logistics.nl. Of stuur ons een appje via de WhatsApp-lijn, dan gaan we je direct helpen met werk. De leukste islamitische webshop van Europa. Voor 23:59 besteld is morgen in huis. Voor Ramadan en eenddecoratie, islamitische boeken, cadeaus, spellen en nog veel meer ga je naar www.hadithshop.nl. Het is duidelijk dat ik niks te maken wilde hebben met de One Love actie. Ja. Dus dan is het voor mij heel erg duidelijk dat ik dan ook niet op de foto ga met een One Love banner. Ik denk dat er überhaupt ook niet zo heel veel is gezegd over Dusan Tadic. Nee. Van Ajax, die heeft hem ook niet gedragen. En dat is denk ik wel uiteindelijk de conclusie geworden dat niet iedereen even vrij is. Welkom bij de Luxe Gordijnen, de gordijnen-specialist van Nederland. U kunt rekenen op de beste service en de mooiste gordijnen. Onze eigen atelier voor topmaatwerk. Bekijk onze showroom voor meer inspiratie. U bent van harte welkom. Kijk op www.deluxegordijnen.nl. Welkom bij Mountains Flame, de expert op het gebied van alle soorten elektrische sfeerhaarden. Op maat gemaakte cinewalls, meubels van topkwaliteit en complete verbouwing en renovaties met onze service The One Month Key. En wij verbouwen en meubileren uw complete woning binnen 1 maand kant en klaar. www.mountainsflame.nl. Broeder Redwan, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alles goed, kusje weer geer? Alhamdulillah, talabas. Alhamdulillah, barakallahu fik. Broeder, er is de laatste tijd toch wel wat gaande eigenlijk rondom jou en rondom voetbal en de KNVB. En de One Love Band. Zullen we gewoon bij het begin beginnen? Een tijdje geleden was er een gedoe ontstaan nadat jij als aanvoerder van Excelsior Kokcu van Feyenoord de One Love Band niet wilde dragen. Klopt. Dat, kun je even uitleggen wat die periode is voor de mensen die het misschien niet helemaal gevolgd hebben? Ja, dan moeten we even een stukje terug in de tijd. Ik denk oktober. We hadden in die week de wedstrijd tegen Ajax uit. Mm-hmm. Dus ook geen onbelangrijke wedstrijd voor mij, in ieder geval de eerste wedstrijd ook in de arena. Even wachten hoor, ik ben deze heel snel. Ja. Hallo, assalamu alaikum. Sapa. Alleen al gedem. Waar ga ik schijzen? Je lijkt me het geld maar aan eindelijk. Jalla wacht, jalla psa. Je kreeg dus te horen, heel kort voor de wedstrijd, van er is een One Love Band. En destijds kan ik me nog herinneren dat jij als aanvoerder en samen met de aanvoerder van Feyenoord, Kokcu, jullie wilden die band niet dragen. Klopt. Kun je misschien even heel kort uitleggen waarom je hem destijds niet wilde dragen? Goed. Ik had eigenlijk meerdere redenen. En een van de redenen ben ik überhaupt mensen verantwoording schuldig over de keuze die ik zelf zou willen maken of de keuze die het best bij mij past? En vooral ging het om het feit dat ik dacht van we zijn in Nederland ook best wel selectief in waar we iets in willen ondernemen of niet in willen ondernemen. Ja. Nou, om een voorbeeld te geven, hiervoor hebben we ook de Oekraïne-band gehad, Oekraïne-aanvoerdersband. En ook daar had ik heel veel discussies over. Niet omdat ik voor oorlog ben, laat ik dat voorop stellen, of voor geweld. Maar omdat ik vind dat we heel erg selectief zijn in welke acties we wel ondersteunen en wat niet. Ja. Ik bedoel, er zijn al jarenlang oorlogen gaande in de wereld. Maar daar hoor ik vrij weinig over. Alsof of die vormen van geweld niet of minder belangrijk zijn. Ja. Dus daar irriteer ik mij als ik het heb over een aantal argumenten. En laatst ook vanuit de religie niet. Ja. Ik vind dat op het moment dat je vanuit de religieuze opvatting bepaalde keuzes niet zou willen maken, dat ook een vorm van vrijheid is. En, dat je vrij bent om die keuze te maken. En dat neemt niet weg dat ik specifiek tegen die groepering ben, helemaal niet. Maar ik ben ook niet voor die groepering. En ik voelde me niet geroepen om dan ambassadeur te zijn of een uithangbord te zijn. Om te laten zien dat ik die groepering per definitie steun. Nou, dat was eventjes een heftige tijd. Veel in de media, werd veel over gesproken. Alle talkshows. Ja. De storm ging liggen daarna. Ja. Ik merkte ook gewoon dat heel veel mensen het eigenlijk wel snapten waarom jullie die band niet draagden. Of ze nou moslim waren of geen moslim, het maakt in principe niet uit. Ik zag dat heel veel. Je zag het ook in de comments op social media. Klopt. Van als die jongens dat niet willen, weet je, laat ze. Ja, ik heb toen gekozen voor een alsomvattender boodschap. Dus ik ben met een respectband gaan lopen. Met de gedachte dat ik dacht van dit is wel iets wat alle groepen raakt, of wat allesomvattend is, wat iedereen aangaat. Want uiteindelijk is denk ik de belangrijkste boodschap dat we niet per se met elkaar in één lijn hoeven te staan, maar dat we elkaar wel respecteren in hoeverre dat mogelijk is, of in ieder geval elkaar in elkaars waarde laten. Okay. Kan je zeggen dat eigenlijk in de media en eigenlijk overal waar je het hebt over de One Love band, eigenlijk voor deze hele discussie, dacht iedereen, als je aan deze band dacht, eigenlijk aan de LHBTQ groep? Ja, dat klopt. Vervolgens
probeerden ze duidelijk te maken, de KNVB of de media of ik weet niet wie allemaal, van hey, luister, het is niet de LHBT, het is voor iedereen, toch? Ja. Het gekke is dat eigenlijk voor deze kwestie van deze aanvoerdersband heb ik er heel veel partijen niet zo hard horen gillen dat het van iedereen is. Pas ja, nadat jullie dat niet wilden dragen. Ja, dat is interessant dat je dat zegt. Als we dan toch weer even teruggaan naar oktober. Ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat we dus in geen enkele vorm gebriefd zijn over wat de actie zou inhouden. Of dat we daar gesprek over hebben zijn aangegaan. Maar het is duidelijk, in ieder geval duidelijk feitelijk zo, dat in de app ook de boodschap of in ieder geval de actie was voor deze specifieke groepering. En dat achteraf natuurlijk iedereen inziet dat ze toch wel een specifieke fout zijn begaan van hey, dat hadden we toch op een andere manier moeten doen, is eigenlijk je rug proberen te rechten. Ja. Van oké, en daarom vind ik het ook wel mooi. Ik bedoel, de voorzitter van de vakbond was de eerste die natuurlijk de media inschreeuwde van hey, je kwetst hier indirect een groepering mee. Eén, ik denk dat het ook dat belangrijk gaat of ik gekwetst word of niet. Levchenko, ja inderdaad, dus dat mijn gevoel ook belangrijk is. Maar ten tweede, nadat we dat moment hebben gehad, hebben we uitvoerig gesproken aan de telefoon. Ben ik hem ook nog tegengekomen omdat ik een internationale award had gewonnen. Die heeft hij mij ook nog uitgereikt. Ja. En heeft ook aangegeven, nou, om heel leuk te zijn, kan ik begrijpen dat jullie toenertijd die gedachten erbij hadden. Dus de gedachte van, hey, dit is niet voor allesomvattend, het is niet voor elke groepering, maar het is alleen specifiek voor die groepering. Dus dan begrijp ik dat jullie niet zijn gaan dragen. Dus Levchenko snapte jou in die zin? Snapte mij in die zin zeker, dat heeft hij ook aangegeven face-to-face. En daarom vind ik het ook jammer dat soort publieke figuren niet achteraf dan ook weer de stage pakken om aan te geven van, hey, luister eens, ik heb dat toch wel begrepen. Nu is het allesomvattend gemaakt, maar voor mij was het meer oké, we doen er even een ander jasje om. We renoveren de boodschap als het ware, ja. of innoveren de boodschap. Dus ja, hebben we natuurlijk de One Love Band met betrekking tot die groepering. Mm-hmm. Maar oké, hij valt niet bij iedereen in de smaak. En eigenlijk hebben ze toch wel een tikkeltje gelijk. Mm-hmm. Dus laten we nu maar even de boodschap allesomvattender maken, maar wel met de One Love. Nou, ik heb dat meer ervaren als een marketingstunt. En ik weet in ieder geval zeker vanuit een aantal aanvoerders, dat ze de One Love Band eigenlijk liever niet dragen, maar dat ze bang zijn voor kritiek of omdat ze bang zijn om aan het woord daarover te moeten zijn, maar niet mondig genoeg zijn om de stage te pakken om het gesprek aan te gaan. Ja. Kun je zeggen dat als je gaat beredeneren vanuit de KNVB of vanuit de mensen die nu de One Love Band passend willen maken, allesomvattend, in de tijd dat bijvoorbeeld oerwoudgeluiden kwamen vanuit het stadion. Dat was ook met Excelsior, toch? Ja, speelde niet bij Excelsior, maar klopt inderdaad. Dat was de speler die voorin speelde. Ja, hij speelde, ik ben zijn naam even vergeten, Rotterdamse klopt. Jongen volgens klopt. Mij. Ja, zeker. Zegt de KNVB nu eigenlijk dat de One Love Band het eigenlijk opnam voor zwarte spelers bijvoorbeeld destijds? Want ik heb helemaal nooit iets gehoord in die tijd als het gaat om One Love Band. Als het gaat om racisme of discriminatie. Nee, ook niet. En volgens mij is het ook bekend dat er al banden tegen discriminatie en racisme al bestaan. Ja. Die bestaan al Europees. Nou, we zouden ook gewoon zo'n band kunnen dragen op het moment dat we dat zouden willen uitdragen. Maar ik heb in ieder geval verder niks meegekregen met betrekking tot discriminatie en racisme als het gaat om de One Love Band. Ja. Jij bent vanaf gisteren of vanaf vandaag ben jij geen aanvoerder meer van Excelsior. Is jouw aanvoerdersband afgepakt? Ja, niet afgepakt. Wel in samenspraak hebben we dat besluit gemaakt. Alleen moet ik daarbij zeggen dat vooral in het gesprek, ik vond dat de club het liet doorschemeren, dat ze mij niet meer steunde als aanvoerder. Okay. Of dat het misschien wel verstandig was om een aanvoerdersband in te leveren. Maar dit is niet naar aanleiding van die eerste actie van de band. Er is recent iets gebeurd. Ja, dus opnieuw hebben we natuurlijk de One Love Band is natuurlijk weer in het leven geroepen afgelopen weekend of twee weken geleden. Waarbij we eigenlijk in die week heel veel goede gesprekken hebben gehad. Ik aangegeven om welke reden ik hem niet draag. Mm-hmm. Dat was eigenlijk al bekend voor iedereen. Dus de scenario's hadden we ook al uitgesproken. Met wie had je dat besproken dan? Met de clubleiding. Met de clubleiding. Directie. Ja, okay. Ik ben de band natuurlijk niet gaan dragen. Net zoals de eerste keer. Het zou erg Twee weken geleden moest de band opnieuw gedragen worden? Ja. Nee. Ja? Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen dat ik hem op mijn eigen manier mag uitdragen. De actie. Dus, en voor mij was dat nogmaals respect. Ja. Alleen werd ik een minuut... Voordat de warming-up was tegen de wedstrijd tegen de club Cambuur, werd ik een minuut van tevoren opeens geconfronteerd met van hey, er zal ook een banner zijn en we moeten op de foto. Ja. Dus ik heb gewoon specifiek gevraagd waarvoor is die banner dan? Nou, toen werd aangegeven voor de One Love.
Maar even een vraag aan jou, zei ik tegen onze manager. Ik draag de One Love band niet, om heel veel redenen. Die heb ik al aangegeven, dat is al doorbesproken. Hoe raar zou het zijn als ik dan op een banner zou staan waar ook One Love mee te maken heeft? Ik zeg, dat vind ik best wel hypocriet. Dus dan zou je mijn antwoord toch al moeten weten. Ja. Of zeg ik wat geks, vroeg ik aan hem nog. Hè? Dus zo van, misschien zie ik het niet goed, ik bedoel, dat kan. Hè? En zei hij, nee, ja, dat begrijp ik wel eigenlijk. Ik zeg, nou, dan weet je mijn antwoord ook. Uiteindelijk warming up. Helemaal vergeten dat die banner überhaupt aan het leven, want ik was bezig met de wedstrijd. Toen we het veld opkwamen, was ik in alle drukte in de kleedkamer niet in staat om trouwens mijn veters te strikken. Mensen willen heel erg nu laten blijken dat ik daar specifiek mijn veters ging strikken omdat ze een fotomoment namen. Dat is helemaal niet waar, want ik wist al op voorhand zogenaamd dat je bezig dat was. Ik bezig was, omdat ik niet inzag dat er... Ja. Nee, ik was goed op de hoogte van het feit dat er een foto gemaakt zou zijn met de banner. Dat is allemaal duidelijk geweest. Dus en jij gaf wel aan, ik wil niet op de foto met de banner. Het is duidelijk dat ik niks te maken wilde hebben met de One Love actie. Ja. Dus dan is het voor mij heel erg duidelijk dat ik dan ook niet op de foto ga met een One Love banner. Dus dat is een minuut van tevoren voor de warming up. Wat ik daarvan vind, laat ik dan even in het midden. Want uiteindelijk ben ik een beetje de dupe geworden van eigenlijk de slechte communicatie van de club. Even wachten hoor, dus er is een banner geplaatst op het veld. Ja. Eigenlijk dezelfde principe als de band, maar dan in een bannervorm. In een bannervorm met natuurlijk de boodschap nee tegen racisme en discriminatie of zo. En jullie moesten dan allemaal voor die banner gaan staan en een soort van een foto ervan. Jij als aanvoerder of jij als... Nee, als alle spelers door elkaar heen. Van Cambuur, van ons, allemaal door elkaar heen. Ik en Marwan Azarkan zijn de enigen die niet op de foto zijn gegaan omdat ik, zoals ik al aan heb gegeven, het super hypocriet vind om ergens op de foto op te gaan, terwijl je eigenlijk al niet voor de band hebt gekozen. Maar voor de duidelijkheid, jij zag die banner hetzelfde als de band? Ja. Zeker, ja. Er staat ook One Love op. Ja. Nee, dus, ik bedoel, dan snappen ze ook goed je beweegreden waarom je niet voor die banner wil gaan staan. Het is de banner omtrent de One Love actie. Ja. En zoals wat we net al besproken hebben, het is alleen nu allesomvattender gemaakt. Alleen, ja, daar ben je wel te laat mee. Dan zou je, vind ik, een nieuwe actie moeten hebben waarbij je dat lostrekt van One Love. Want de One Love is voor mijn gevoel, en ik denk voor heel veel mensen een gevoel, in het leven geroepen met betrekking tot die community en groepering. Ja, volgens mij als jij nu aan 10 mensen op straat gaat vragen waar staat One Love voor, ik denk dat 9 van 10 zou zeggen LHBTQ, niemand zeker, zou zeggen... Zeker, maar als ook gewoon überhaupt regenboog intikken op Google, dan zie je hetzelfde. En als we gewoon heel eerlijk zijn, en dat vind ik wel kwalijk om te zien, het is allesomvattend, geeft iedereen aan, dus het is tegen alle vormen van discriminatie en racisme. Maar als we dan gewoon even naar de feiten kijken en we kijken naar talkshows, dan zien we elke keer bij elke talkshow zien we of een moslim aan tafel zitten of iemand van die community of iemand die pro die community is. Ja. Dus wat we eigenlijk aan het doen zijn, we zijn bezig met polariseren. En daar doe ik gewoon niet aan mee. Iedereen vindt het heel erg sensationeel om die mensen lekker met elkaar aan tafel te laten zitten en lekker te laten vechten als het ware. Ja. Maar het is wel allesomvattend. Dus waarom zitten er dan geen christenen aan tafel? Waarom zitten er geen joden aan tafel? Waarom zitten er geen donkere mensen aan tafel? Want iedereen moet daar toch iets van vinden, omdat het allesomvattend is. Nou, zo allesomvattend is het dan denk ik niet. Als het allesomvattend zou zijn, zou er ook ruimte in die One Love band moeten zijn voor mensen die tegen zo'n band zijn. Zeker. Dus waar pleiten we nou eigenlijk voor? We pleiten dus voor dat iedereen er mag zijn en dat hij keuzes mag maken zoals hij dat zelf wil. Alleen ja, dat is denk ik toch wel eenzijdig is gebleken. Omdat ik eigenlijk net zo goed gebruik zou willen maken van al deze vrijheden als al deze andere mensen of die community bij wijze van. Ja, ja. Maar op het moment dat je dus de keuze maakt om, want ik word nu bestempeld natuurlijk als andersdenkend. Ja. En misschien werden zij hier voorheen bestempeld als andersdenkend. Als je dan de keuze maakt om van die vrijheid gebruik te maken, omdat je er ook wil zijn, omdat je ook gezien wil worden en omdat je er ook van waarde wil zijn, dan pas je niet in dat straatje en dan gelden die vrijheden opeens niet voor jou. En daar is toevallig, om hem heel af te maken, is daar een heel mooi artikel van Karl Popper. Dat is een wetenschapsfilosoof. Die heeft het dan over tolerantie en intolerantie. En op het moment dat je als samenleving heel erg bezig bent met liberalisme, dus al die vormen van vrijheid, dan moet je dus ook accepteren dat er een aanval, en niet letterlijk aanval, maar een aanval gericht kan zijn of gemaakt kan worden op dat stukje liberalisme. En wat zal die aanval dan zijn? Dat zou dus zijn dat er mensen zijn die het niet eens zijn met dat stukje vrijheid. Ja. Of mensen zijn die ook gebruik willen maken van die vrijheid, maar op hun manier. Ja. En dat is denk ik wel uiteindelijk de conclusie geworden, dat niet iedereen even vrij is.
Wat bij mij gelijk te binnen schiet, dat was naar aanleiding van de Black Lives Matter actie van Max Verstappen. Ja. Ja. Die wilde volgens mij ook niet op de manier, op de gangbare manier zoals gepusht werd. Klopt. Wilde hij niet zijn steun betuigen. Hij koos voor zijn eigen manier. Klopt. Ik kan mij niet herinneren dat er zoveel gedoe ontstond naar aanleiding van die actie. Ja, en dat heb ik ook eerlijk toegegeven aan de directie. Kijk, ik ben Marokkaans moslim, even niet om in de slachtofferrol te vallen, want daar hou ik helemaal niet van. Dat is ook niet mijn karakter. Maar als we toch naar de feiten kijken, ik denk dat er überhaupt ook niet zo heel veel is gezegd over Dusan Tadic. Nee. Van Ajax, die heeft hem ook niet gedragen. Of ja. Die heeft zijn eigen band eroverheen gedragen. Ja. Wat is dan het effect of wat is dan de boodschap? Dus daar is ook niet heel veel ophef over geweest. Maar als we dan even teruggaan naar het stukje Black Lives Matter. Citaat zelfs van Max Verstappen was dat hij toegewijd is aan gelijkheid. En dat het vanzelfsprekend is dat hij tegen racisme is en tegen alle vormen van discriminatie. Maar dat hij vindt dat hij het op zijn moment, op zijn manier mag uiten. Ja. Ik denk dat dat precies hetzelfde is als wat ik zeg. Het is vanzelfsprekend dat ik tegen racisme ben en tegen alle vormen van discriminatie. En dat ik het belangrijk vind dat iedereen in zijn eigen waarde gelaten wordt. Ja. Maar ik wil daar geen ambassadeur van zijn. Of in ieder geval ambassadeur van zijn op mijn manier. Ja, ja. En dat is wat Max Verstappen ook heeft gedaan. Hij is niet gaan knielen met Black Lives Matter, terwijl heel veel andere coureurs dat wel hebben gedaan. Maar ja goed, grappig is dat elk persoon die ik op straat vraag van hey, weet je dat van Max Verstappen? Niemand kan daar reactie op geven tot nu toe. En ik heb echt van wit tot geel tot zwart tot donker, wat er eigenlijk ook allemaal is, heb ik de vraag gesteld. En niemand weet van het feit dat hij niet is gaan knielen. Dat heeft er gewoon mee te maken dat iedereen, en vooral deze mensen die er nu eigenlijk boos zijn dat ik hem niet ben gaan dragen of niet op de foto ben gaan staan. Die vond namelijk dat het een terechte actie was. Die vond namelijk dat hij een goede actie had gepleegd. Dat Max het goed had gedaan om niet te knielen, omdat hij dat op zijn eigen manier moet doen. En dat dat niet door de strot gedouwd moet worden. Dit riekt naar selectieve verontwaardiging. Ja, helaas wel. Ja. Weet je, en Orkun Kokcu en ik zijn natuurlijk het meest in de media geweest met betrekking tot de One Love actie. En zoals ik al zeg, Dusan Tadic, Max Verstappen in vergelijkbare situatie, daar hoor je vrij weinig over. En dat werkt heel erg polariserend, vind ik. En daar werkt de media natuurlijk een handje in mee. Maar vanuit even los van het stukje beweegredenen vrijheid, vanuit religieuze beweegredenen. Christenen, Joden, et cetera, staan er net zo in. Dat vraagt me altijd af. Ik bedoel, het is toch geen geheim dat de monotheïstische godsdiensten, dat die, als het gaat om homoseksualiteit, dat is geen geheim hoe die verhouding is, toch? Klopt. En zeker ook omtrent andere geloofsovertuigingen. En daar hoor je ook heel weinig om. Nee, dat bedoel over. Andere, en misschien heeft dat te maken met de Joodse cultuur. Ja, misschien heeft dat ook te maken met het feit dat wij natuurlijk nu toevallig twee moslim aanvoerders zijn en om die redenen hem niet dragen. Maar goed, ik denk dat het wel natuurlijk duidelijk is dat die andere geloofsovertuigingen net zo erin staan als de islam. Ja. Ik bedoel, verschillen bestaan, maar ik omarm die verschillen juist heel erg. Want ik zeg, de verschillen bestaan er, we denken er anders over, maar we kunnen nog steeds samenleven. Maar ik hoef daar niet dan nogmaals de ambassadeur voor te zijn. Ja. Wat je heel vaak ziet, dat is het stukje George Bush effect. If you're not with us, then you're against us. Dus op het moment dat je niet voor bent, ben je bijvoorbeeld al direct volledig tegen. Ja. Maar dat is niet zo. Ik vind dat iedereen de actie moet uitdragen zoals die dat zelf wil. Je moet alleen niet andere mensen opdringen om iets te doen op het moment dat ze er niet voor zijn. Ja. Je zei net zo eerder in het gesprek dat je zei van dat jij en Excelsior samen hebben bepaald om die aanvoerdersband aan iemand anders te geven. Als ik jouw verhaal zo hoor, ben je eigenlijk gedwongen door de omstandigheden om hierin mee te gaan. Want als ze jou beschermd hadden, als Excelsior het op een nette manier had gespeeld, dan had je misschien die aanvoerdersband helemaal niet. Was die druk helemaal niet ontstaan om die aanvoerdersband? Dan was het nooit ter discussie gesteld. Nee, daarom. Neem je dat in die zin Excelsior kwalijk? Ja, Excelsior is natuurlijk een breed begrip. Daar zijn ook heel veel mensen. Althans, bepaalde mensen binnen Excelsior. Ik neem dat bepaalde mensen binnen Excelsior wel kwalijk. Zoals ik al zeg, ik ben het dupe geworden van communicatie en van keuzes. Ik denk dat die. Dat zegt mijn zaakwaarnemer altijd heel goed, dat die banner die lag er al waarschijnlijk een week van tevoren. Ja. En die is super groot, die is breed en aardig breed en ook aardig hoog. Ja. Dus het mogen duidelijk zijn dat heel veel mensen op de hoogte waren, één van mijn situatie, en op de hoogte waren van het feit dat het een banner is van One Love. En daarmee had je zoveel dingen kunnen voorkomen. En nu zijn we eigenlijk aan het genezen. En
Ja, ik neem het gewoon vooral kwalijk wel dat, dat ik één in die positie ben gezet. Maar dat uiteindelijk de conclusie is geweest dat niet iedereen even vrij is. Tot slot, ik zag het gisteren op veel nieuwspagina's, op het AD, nu, et cetera, van de aanvoerdersband draagt hij niet meer. Je koos er wel specifiek voor om bij mij aan te schuiven. Volgens mij had je bij elke talkshow kunnen zitten vandaag door heel het land. Ja. Waarom wilde je verhaal hier doen? Eén, omdat ik denk dat je over het algemeen bij talkshows heel weinig tijd krijgt om je verhaal te kunnen vertellen. Maar ook omdat ik vind dat heel veel talkshows mij al op een bepaalde manier hebben geframed. Ja. Zeker in eerste instantie een aantal maanden geleden. Ik vind namelijk dat je als opiniemaker of wie dan ook, dat je vooral eerst moet weten waar het echt om gaat. Dat je iemands verhaal gehoord moet hebben, want een medaille kent twee kanten. Klopt. En wat ik nu heel erg heb gezien is dat ze vooral de andere kant van het verhaal weten te belichten en dat heel erg belangrijk hebben gevonden en mijn kant niet. Dus ik vond het vooral belangrijk dat ik op een rustige manier met iemand kon gaan zitten die gewoon neutraal, niet per se neutraal is misschien in zijn eigen visie, maar zeker neutraal als interviewer. Ja. Van hé, maar dit en dit is gebeurd, hoe kijk je daarnaar? En dat ik dat rustig kon vertellen. Ja. En ik weet dat bij talkshows dat je misschien, dat de kans aanwezig is, één, dat je onder druk natuurlijk bepaalde dingen zegt waar je misschien helemaal niet achter staat of die je op een andere manier ziet. Maar dat je ook natuurlijk heel weinig tijd hebt om het totale plaatje te kunnen verkondigen. Om je punt te maken. Ja, om je punt te maken. Ik sta zeker achter de boodschap tegen racisme en tegen alle vormen van discriminatie. Maar wel op mijn eigen manier. Broeder Redouan, ik wens jou nog heel veel sterkte en wijsheid. En ik hoop inshallah dat je, al heb je die aanvoerdersband niet bij Excelsior, ik hoop dat je van nog meer waarde gaat zijn voor je ploeg. Inshallah. Misschien op een andere manier, maar... Zeker, dat verandert niet hoor. Nee. En dat vind ik ook wel mooi. Ik heb wel wat appjes gehad van teamgenoten die allemaal wel achter me staan en snappen waar ik vandaan kom. Ja. Menige mensen die mij kent, die weet hoe ik in het leven sta. Dus als je nu de scheids uitschilt, dan krijg je geel. En als je aanvoerdersband was, dan mocht je net iets meer maken, toch? Dan had ik, ja. Hoewel, ik denk dat alle scheidsrechters, die kennen mij gelukkig wel. Okay. Dus die weten dat ik wel een emotioneel persoon ben. Oké. Is goed, Barak Lauf, ik Redouan. Shukran. Okay.